Super dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Ik wilde een nieuwe soort serie starten. En dat eigenlijk omdat ik zelf met bepaalde dingen heel erg struggle. Deze video gaat namelijk over hoe je nou met uitstekende oren. Want ik vind best wel, daar achter jullie is een spiegel. Echt exact achter jullie zit een spiegel. Hoe je met een beetje uitstekende oren nou perfect petjes op doet. Neem dit petje. Adidas petje, verder niks bijzonders aan. Maar de meeste mensen dragen hun haar natuurlijk gewoon zo en zetten dan dat petje gewoon leuk op. Maar wat gebeurt er nou bij mensen die uitstekende oren hebben? Je ziet het al. Dit gebeurt er. En ik haat dat zo erg dat ik gewoon, meestal vermijd ik gewoon om petjes op te doen. Gewoon puur omdat ik gewoon niet wil dat mensen die rare uitstekende oren zien. Dus vandaag heb ik voor jullie een paar tips om te vermijden dat je die uitstekende puntjes zo ziet. Het eerste wat ik heel erg vaak doe als ik een petje op ga doen, dat is mijn haar gewoon heel simpel naar achter gooien. Mijn haren achter mijn oren doen, dus dat je het eigenlijk gewoon goed ziet, je oren. En dan doe je je petje op. Ik kijk zo eens even in de spiegel. En dan doe je je petje op. En nu zorg je er wel voor dat je je oren heel goed ziet, maar het gaat er ook niet om dat je voor je oren schaamt. Want ik schaam me er totaal niet voor. Ik vind het ook niet lelijk of zo. Maar nu is er niks aan de hand. Je ziet gewoon je oor. Maar je ziet geen rare bobbel tussen je haar door. En nu zit je haar gewoon lekker naar achter. Ook gewoon uit je gezicht. Niks meer aan de hand. En dit is gewoon de eerste manier hoe jij makkelijk een petje kan dragen. Zonder dat jij last hebt van je oren. De volgende die ik redelijk vaak gebruik. En deze is ook heel erg leuk als je zo'n kapiteinspetje op hebt. Dat is met een elastiekje. En wat je dan doet is je pakt je haar. Doe je achter je oren. Dan pak je haar. Ik ga even een beetje verzetten zodat jullie mee kunnen kijken. Oké, je pakt je haren. Maak je een soort van staartje. Eerste keer. Doe je hem er nog een keer omheen. Maar dan half. Dat je zo'n knotje krijgt. Doe je dat nog een keer. Beetje rommelig maken. Zo. Zoals je nu ziet. Ja, ik vind dit ook altijd een kei wegspelden als je wilt. En dan doe je je petje op. En omdat hij laag zit, het knotje, ziet het er erg leuk uit. Schattig, beetje sportief ook. En zo kun je makkelijk een petje dragen zonder dat je oren hier heel erg raar gaan uitkomen. Wil je nou je haar toch liever over je oren hebben, zodat je ze gewoon niet ziet? Dan is deze een goede voor jou. Pak je haar en laat het over je oren hangen. Pak je haar losjes. En maak er een soort staartje van. Gewoon een staartje, gewoon een los staartje. Ja, ik vind deze zelf niet zo heel erg fijn, maar stel je wil echt niet dat je oren gezien worden, dan kan je gewoon een petje zo dragen. Los met je haar in een staartje. Dus laat dan hier bijvoorbeeld een leuk plukje hangen. Je ziet je oren nog een klein beetje heen, maar als je hem gewoon los laat zitten, dan is er eigenlijk vrijwel niks aan de hand. Dus als je per se je oren echt bedekt wil hebben, dan is deze misschien een goede voor jou. Dan heb ik nog best wel een makkelijke op zich. Ligt eraan of je hier een gat hebt zitten. En dat zit er vaak bij de meeste zit dat er. Dan gaat even testen, oké, waar zit het gat ongeveer? Nou ja, dat zit bij mij dus hier. En dan ga je dus kijken, oké, ik moet dus mijn staart ongeveer daar hebben. Dus wat je dan doet, is je maakt een staartje. Dus ongeveer, ik weet ook niet precies waar dat gat zit. En dan probeer je je staart te pakken. Zo. En dan trek je door dat gat heen. En dan zet je je petje op. Ziet er ook weer net ietsje sportiever uit. Je haar zit ook niet in de weg. Het zit niet gek bij je oren. En het ziet er best leuk uit. Je kunt alsnog hier ook bijvoorbeeld plukjes los laten hangen. Vind ik er ook altijd best wel mooi uitzien. Dus dat is ook nog een handige tip. Verder voor de laatste wat je natuurlijk ook gewoon kunt doen. Is je haar hier zo pakken. Naar achter binden. Gewoon in een heel simpel staartje. Ik doe nu even gewoon een losse. En dan gewoon je pet op doen. Zodat het elastiekje net onder je pet zit. En dan zit het ook gewoon uit je gezicht. Maar ik gebruik deze bijna nooit. Dan doe ik gewoon vaak gewoon mijn haar zo naar achter mijn oren. En dan het petje opzetten. Want dat gaat vaak ook wel. Verder zijn er natuurlijk hele simpele dingen. Zoals gewoon in een laag staartje. Of ja, dat soort dingetjes. Maar dit zijn voor mij de makkelijkste haarstijlen die je kan doen. Als je per se een petje op wilt. En je hebt wat uitstekendere oren dan andere mensen. Ik zeg niet dat het gelijk flaporen zijn, maar ja. Dus dit was de eerste video van mijn serie Real Life Struggles. Want die zijn er nou eenmaal gewoon best wel veel. Dus laat hieronder even jouw struggles achter die ik kan behandelen in de volgende video. En dan zie ik jullie
de volgende keer weer. Oh, vergeet natuurlijk niet even te abonneren hieronder. Want het zou leuk zijn als we 800 abonnees gaan halen. Duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer. Bye bye.